Voor mij staat bij roodblok 713 Bravo. En staat voor mij op deze Veteranendag Smallingenland op 7 september. Mijn collega en gewaardeerde veteraan Hans Scholten. Hans, goedemiddag. Hey. Nou, daar zijn we dan. Hoe voelt dat bij zo'n roodblokje die je zelf hebt ontworpen voor deze dag? Nou, mooi. Ik heb foto's laten maken. Hè, hadden we nog vroeger natuurlijk. En de school Singel aan de Veen heeft meegeholpen. Ja. En dat was een project wat de jeugd wel heel erg geweldig vond. Ja. Dus daar ben ik ook blij mee. Dus dat is wel een heel bouwwerkje geworden, ja, hè? Ja, ze hebben hem echt als een puzzel gemaakt. Die ze kennen met, als ik het goed heb, 8 schroeven en is hij weer uit elkaar. Ongelooflijk. Dus, dat is wel mooi. Dus het gaat ook emotioneel wel iets door je heen als je denkt aan... Apart, hè? We weten allemaal wat we daar beleefd hebben. Ja. En, ja, en los even van wat we beleefd hebben, ik vind het zo mooi dat jij de jongeren ook hier echt iets mee hebt gegeven, want ze waren dol enthousiast. Ja, ja, zeker. Ik heb daar ook een praatje mogen doen van hoe en wat en waarom. En dat vonden ze wel heel erg interessant. De leraar zei ook, je krijgt de kinderen niet gauw stil, maar in dit geval waren ze soms met de mond vol tanden en aandacht. Ja, het laat ook zien dat jij als veteraan betrokken bent. Ja. Vind je het belangrijk dat jongeren daar ook iets mee doen? Met het ik denk het wel. Ik denk wel dat je de jongeren erbij moet betrekken, want het is niet niks natuurlijk. Hè? En ze denken dat het komt allemaal lekker aanwaaien, maar dat is het tegenwoordig echt niet. Nee. Dus, zeg, in zo'n heel wat anders, in zo'n kotje, wat deed je eigenlijk allemaal in het kotje vroeger? Ja, hoofdzakelijk koken en eenmantel observatie. Hè? En voor de rest liepen we eigenlijk toch wel buiten op de roodblok. Hè? Ja. Iedereen denkt dat het een bunker is, maar het was eigenlijk onze roodblok. Ja. En je stond meer buiten dan dat je binnen zat. Dus wat regen hebben we eigenlijk niet gehad. Nee, precies. Dus, hey, en zo'n veteranendag zoals vandaag, dat is natuurlijk regionaal. Ja. Maar ik vind dat jullie het behoorlijk professioneel hebben aangepakt. Ja. Ja, we hebben een jaar voorbereiding gehad natuurlijk en het wordt wat tijd en zweet, bloed en tranen ook kort natuurlijk. Maar en we leren hier ook weer van. Hè. Het is jammer dat het weer niet heel erg meewerkt. Ja. En nu is het goed droog en dan zie je gelijk de mensen binnenkomen. Ja.